Welkom bij de allereerste Jupiler League quiz. Deze week spelen we samen met Frank van Mosselveld, algemeen directeur van RKC. En Steve Nieuwendaal, manager commerciële zaken van RKC. Het is gewoon heel simpel. Wie weet meer over wie? Oh. Nou, wie weet meer over wie? Ja. Weet jij veel van Frank? Ja, zijn naam ken ik. Weet jij veel over Steve? Behoorlijk, ja. Nou, als jullie er klaar voor zijn, kunnen we beginnen. Let op, er valt wel wat te winnen. Krijgen we ook te horen wat we kunnen winnen? Nee, gaan we. Vraag 1. De eerste is voor Frank. Bij welke club begon Steve met voetballen? Is het petje op VVDESM of B, petje af, SV Pudel? Petje af. Petje af. Steve, waar begon je met voetballen? Bij VV... Nee, SV Pudel. 1-0. Oh, ik sta achter. Je kan gelijk maken. Je kan gelijk maken. Bij welke club begon Frank met voetballen? Is het petje op WSC of petje af RWB? Goh. Nou, in principe zou ik het petje af moeten laten, maar ik zet hem toch op. Zeg maar. WSC. Dat is 1-1. Ja, dat is 1-1. Ah, kijk, dat was een gokje, denk ik, hoor. Ah, we beginnen makkelijk, hè. We beginnen nu komen de moeilijke dingen. Oké. Okay. Frank, op 8 april 2016 speelde Steve met RKC uit bij NAC. Hij kreeg een rode kaart en was na afloop niet blij met de jonge arbitrage. Wat zei hij over de arbitrage? Is dat petje op? Ik had de vader kunnen zijn van de scheidsrechter? Of petje af? De scheidsrechter komt gewoon net van school af. Petje op. Ja, dat weet ken je nog. Ik kan me wel zoiets herinneren, maar volgens mij is het inderdaad petje op. Dat is correct. Ja, je was niet zo blij met de tweede gele kaart die je kreeg, hè? Nee, die tweede gele kaart was misschien nog wel terecht, maar het ging meer om het popiopie gedrag, wat denk ik niet helemaal op zijn plaats was in een derby. Steve, ja. Op 21 maart 2010 ging Frank met RKC met 1-5 onderuit tegen Ajax. Na afloop had hij ook geen goed woord over voor de scheidsrechter van dienst, Richard Liesveld. Hoe noemde hij Liesveld? Is het petje op, lekker slap, of petje af, gewoon partijdig? Ja, ik zet hem toch maar wel op. Lekker slap. Lekker slap. Weet je dit nog? Nee, want in dat jaar dat probeer ik zoveel mogelijk van te weten. Volgens mij hadden we 16 punten in heel seizoen. Mijn kennende is wel dat we lekker partijdig zijn geweest. Dat kent Steve jou beter dan jezelf. Ja, maar dat zeg ik wel. Dat is petje op. Kijk. Petje op. Ja, ik hoop eigenlijk gewoon dat hij het fout had. Dat je zo aan mag. Je bracht het overtuigd. Gemist. Nou, 2-2. Oké, Frank. Met meer dan 300 wedstrijden in het betaald voetbal achter zijn naam heeft Steve natuurlijk een mooie carrière gehad. Hoeveel goals maakte hij in totaal in het betaald voetbal? Is het petje op meer dan 10 of petje af minder dan 10? Gaat het over zijn laatste deel van zijn carrière of begin? Nee, Steve heeft wel meer dan 10. Meer dan 10? Ik denk dat de seizoenen waren dat ik zelfs bijna in één seizoen 10 keer had gescoord. Oh, kijk. Weet je hoeveel je er hebt gemaakt? Ik denk een doelpuntje of 15. 20 misschien. 15? Ja, nou, 20 leuke klinken. Ja, was het maar zo. Ja. Was het maar zo. Nou, zijn ze goed, hè? Natuurlijk. Ja, zeker. Die 2. Zeker. Die 2. Het is allemaal terug te vinden op internet, dit. Kom op. Oké, Steve. Ook voor Frank. Frank speelde in totaal 3 seizoenen voor Willem II voordat hij naar RKC vertrok. Hoeveel goals maakte hij voor Willem II? Is het petje op 0 of petje af 1? Wel, ongetwijfeld wel een keer tegen een verdwaalde bal zijn aangelopen. Ja, ik hou hem af. Ik gok op 1. NEC thuis. Je weet het nog. Ja. Dat is goed gemiddeld. Ja, sommigen scoren doelpunten die er niet te doen. Dus de 5-0 en de 6-0. Kijk alle doelpunten maar na, ook bij RKC. Leuk voor thuis. Zijn er niet heel, dus helemaal niet veel tijd voor nodig. Maar het gaat maar om het was of play-offs of tegen een directe concurrent. En dan zeg maar... Dan score je wel. Direct dat punt oplevert, zeg maar. Frank, dit wordt een inkoppertje, denk ik. Oh. Met welk rugnummer beëindigde Steve zijn carrière? Oh. Nou, dus, is het petje op, rugnummer 8. Petje af, rugnummer 6. Petje af, rugnummer 6. Strikvraag, denk ik. Nee, dat is makkelijk, toch? Oh, ja. Ah, maar voor jou heb ik ook een makkelijke. Frank is in zijn actieve loopbaan niet alleen speler geweest. Hij kroop ook, al was het maar voor één dag, in een andere rol dat voetbal gerelateerd is. Wat deed hij? Werd hij petje op, analist, of petje af, commentator? Ja, gezien jouw karakter. Kan het allebei. Wat was petje af? Commentator. Dan hou ik hem gewoon af. Wat doet hij nou nog steeds? Die wil hij zeker niet voor één dag werken. Ja. Dat kan toch haast niet missen, wel? Zeg maar. Ik denk dat je doelt op RKC TV. In seizoen...
11-12 of 12-13 denk ik. Heb ik samen met Howard Braber inderdaad verslag gedaan van RKC NAC. En niet onverdienstelijk. Dat is schitterende tv, toch? Ja, ja, precies. Zijn daar ja. nog beelden van? Ja, ik weet het ook niet. Sterk veroverd. Wat voor vogelnestje, joh. Oh, optimistisch. Oh, ja, tuurlijk. Na loop je erbij, joh. Juist, och. Kastelen. Ja, oh, ach, zonde. Ja, hetzelfde, wat gaat hij erin? Jezus. Oké, slotvraag. Frank. Oeh. Wie was vroeger het grote idool van Steve? Was het Petje Op, Zidane? Of Petje Af, Steven Gerrard? Nou ja, gezien zijn kapsel en... dan denk ik dat hij... Petje Op, hè, Zidane. Ja, hè? Ik denk Zinedine Zidane. Dan denk ik dat je dat goed hebt, ja. Ja, maar toen wist ik nog niet dat kaal ging worden. Daar heb je wel je best voor gedaan. Dat was wel een vermoeden, maar ja. Toen gokte ik nog op kwaliteiten. Maar. Nou, dezelfde slotvraag voor jou. Oei. Wie was het grote idool van Frank? Was het Petje Op, Edgar Davids? Petje Af, Frank de Boer? Ja, ik ga toch voor Frank de Boer Petje Af. Maar ja, jij zal ongetwijfeld alweer een klein addertje onder het gras hebben verstopt. Ah, ik hou hem af. Nou goed, het is Petje Op. Ja. Zoals je weet heb ik de eerste tot mijn vijfde linkshalf gespeeld bij Willem II. Ja. Dat weet jij. Ja, maar dus, dat stond je en, nooit. En in die tijd, het Ajax van die tijd, was Edgar Davids mijn voorbeeld. En ik zal eerlijkheid gebied te zeggen, toen ik zelf naar achter ging, kreeg ik ook een voorkeur voor Frank de Boer. Maar... Ja, dan vind ik dat Frank de Boer gewoon een goed antwoord is. Uiteindelijk is het antwoord waar de kijker wil horen, is Edgar Davids. Goh, man. Petje Op, dus. Dus kom je net tekort. Ja. Eindstand 5-4. Goh. Gefeliciteerd, Steve. Kwam in de buurt. Dus ah, wel goed gewerkt, man. Ja, hard gewerkt, helaas, zonder punten. Ja. Je hebt wat gewonnen. Oh, kijk. Ik ga het weer pakken. Dat is lang geleden. Dat je wat gewonnen hebt. Niet zoveel in de competitie. Oh, dat mooi. Is exemplaartje voor je meegenomen. Dankjewel. De Nederlandse bosatlas. Leuk, mooi, dankjewel. Geniet ervan. Kom even aan de kijkers laten zien. Ja, dat is genieten. Ik zal even uit beeld stappen. Zodat ik denk dat ik mijn afspraken voor jullie ga afzeggen om dit boek door te gaan nemen. Nou, er staat nee, wel, dankjewel. Er staat wel in hoeveel dagen Steve werkzaam is voor het RKC. Pagina 282. Nee, tuurlijk niet. Ja, nergens voor te kijken. Vond je dit nou een leuke video? Abonneer dan even op ons kanaal en kijk volgende week weer, zou ik zeggen. Tot volgende week.